dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik heb een heel leuk projectje gedaan. Een projectje, eigenlijk een best wel groot project. Ik ben namelijk de laatste tijd helemaal into het haken. Ik vind het echt geweldig. Ik heb dat vroeger al gedaan toen ik klein was. En nu is dat weer een beetje een hype. En ik had opeens zin om het weer op te pakken. Ik zag zoveel leuke mensen, zoveel leuke dingen maken. En ik dacht, oké, ik wil het weer doen. Dus ik ben het weer gaan leren. En ik heb echt al toffe dingen gemaakt. Een van de eerste dingen die ik heb gemaakt is deze. Dit is een super cute tasje. Ik heb hem verder nog niet gebruikt. Maar dit was een leuk eerste projectje. Toen heb ik een Spencer gemaakt. Dat was al iets meer een uitdaging, maar dat is ook redelijk goed gelukt. Die heb ik wel nog altijd niet afgewerkt, maar dat is deze neongroene Spencer. Ook super cute. Niet helemaal goed gelukt, als in het formaat is niet helemaal top en het kraagje had mooier gekund, maar ik vond dit heel leuk om te doen. En nu heb ik laatst mijn grootste project afgerond en ik heb een cardigan gehaakt. Dat was een hele uitdaging, maar ik vond het mega leuk en hij is af. En ik neem jullie in deze video mee doorheen heel het proces. Ik heb steeds gefilmd toen ik aan het haken was. Ik heb ook gefilmd hoe ik het heb gehaakt. Dus als je het leuk vindt, dan kan je in deze video misschien het ook een beetje leren. Maar ik ga hem je eerst laten zien, want hij is echt geweldig. Dit is de cardigan die ik heb gehaakt. Het is er eentje met vakjes. En lekker de dikke, grote mouwen. Hij is echt heerlijk warm. Het enige waar ik niet mega tevreden mee ben, is de kraag. Dat had iets strakker gekund nog. Maar verder is dit echt... ben ik hier heel blij mee. Ik vind het zo... Ik ben iemand die heel graag kleding koopt. Maar dat ik nu ook mijn eigen kleding kan maken, vind ik echt geweldig. Ik weet ook al wat het volgende projectje wordt. Maar ik ga jullie meenemen. Ik ga jullie laten zien hoe ik deze geweldige cardigan heb gemaakt. En ik hoop dat je er misschien wat van leert. Of het misschien gewoon leuk vindt om te zien. Dus laten we daar gewoon heel snel naar gaan kijken. De vierkantjes die ik heb gehaakt waren 20 bij 20 centimeter. Handig om dat op voorhand te bedenken. En hier zie je het patroon wat ik heb aangehouden. Of in ieder geval wat het is geworden achteraf. Want ik kan je alvast verklappen dat ik eigenlijk niet echt een plan had. En er gewoon best wel random en spontaan aan begonnen ben. Omdat ik gewoon dacht, oké, ik zag een plaatje. Dit moet ik wel kunnen. Dit zal vast niet zo moeilijk zijn. Laten we dit doen. Dus ik begon, zoals je ziet, lekker met mijn vierkantjes haken. Dat ging op zich nog wel vlot. Maar heel veel vierkantjes haken duurt dan uiteindelijk alsnog wel lang. Dus dat was de grootste opdracht van heel dit project eigenlijk. Ja, logisch ook, want heel die cardigan bestaat uit vierkantjes. Maar verkijk je daar zeker niet op, want ik had gedacht dat het veel minder lang zou duren. Ik heb zelfs in de auto zitten haken, omdat ik op een bepaald moment echt zoiets had van... joh, ik wil het gewoon af hebben. Het moet nu klaar zijn. Ik wil het kunnen aandoen. Oké, maar dan, hoe beginnen we hier nou precies aan? Als eerst zorg je dat je een aantal steken op je haaknaald zet. Dat is eigenlijk super simpel. Dat heb ik niet gefilmd, maar dat moet je maar eventjes opzoeken. En dan hebben al die steken verschillende namen. Ik heb geen idee hoe deze heet. Maar wat ik eigenlijk constant doe, is mijn draad over mijn naald door één lusje. Terug de draad over mijn naald en alle lusjes doorhalen. Over, doorsteken. Dan nog een keer over en door allemaal steken. Over, doorsteken en hop. En door allemaal. En dat is eigenlijk hetgene wat je constant herhaalt. Je moet vooral goed kijken, want met mijn woorden ga je er waarschijnlijk niet veel wijzer van worden. Maar ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb kunnen filmen. Als je dan doorhaakt en je komt aan het einde van je rij, dan maken we die af door onze haaknaald in de laatste lus te steken, je draad door te steken, gewoon wat we gewend zijn. En dan halen we nog één keer de draad over, doorsteken en dan draai je je werk. En dan ga je eigenlijk gewoon verder zoals je voorheen bezig was. Oversteken, insteken, hop erdoor en nog een keer erdoor. En dan kan je weer een hele rij verder totdat je weer aan het einde komt. Dan maak je weer een extra lusje en dan draai je weer je werk. En zo ga je door tot je vierkantje af is. We
Misschien was het je al opgevallen dat ik nu met twee draden aan het haken ben. Dat is omdat ik verschillende wol heb gekocht uit verschillende winkels. De allerlichtste paarse kleur komt van de Zeeman. En de tussenpaarse kleur en de donkerpaarse kleur die heb ik online gekocht. En die draad was gewoon een beetje dunner. En omdat ik hetzelfde dikke effect wilde creëren als de lichtpaarse wol, heb ik besloten om met twee draadjes te haken. Als je dan eenmaal goed bezig bent, dan heb je een hele stapel met vierkantjes. En dan is het tijd om te puzzelen. Dat was in mijn geval dus nodig, omdat ik geen plan had. Dus hier zie je me lekker puzzelen. Kijken hoe ik het wil neerleggen. Ik dacht in eerste instantie dat ik veel meer vierkantjes zou nodig hebben. En toen ik hier alles naast elkaar legde, dacht ik opeens, wow, ik ben er al bijna. Ik kan al dingen aan elkaar beginnen maken. Dus dat deed ik hier en ik was mega enthousiast omdat het dan eindelijk wat meer vorm begint te krijgen zoals je het in je hoofd hebt. En hier bouwt het eigenlijk steeds meer uit en wordt het steeds meer echt datgene wat je in je hoofd hebt. Maar helaas gaat het ook wel eens even iets mis en moest ik hier een aantal vierkantjes helemaal loshalen. Dus dat was super zonde van mijn tijd. Dat gebeurt nou eenmaal gewoon. Gelukkig heb ik gewoon weer mezelf herpakt en is hier al een eerste mouwtje te zien. Dat was ook even puzzelen, maar dat lukte aardig. En je ziet ook gewoon dat ik mega blij ben. Ik vond dit echt heel leuk om te doen. Zeker omdat het eindelijk een beetje vorm krijgt. De vierkantjes aan elkaar maken is eigenlijk makkelijker dan je denkt. Je zorgt gewoon dat de twee vierkantjes juist uitgelijnd op elkaar liggen. Steek dan je haaknaald door beide vierkantjes. Haal één keer je draad over je haaknaald en dan creëer je een lus. En de eerste lus haal je dan door de tweede lus. Je trekt je draad aan en dan zit het eigenlijk vast. Dat doe je constant, dus je steekt hem in je vierkantjes. Door dus beide vierkantjes. Dan haal je één keer je draad door en dan haal je je voorste lus door je achterste lus. En zo maak je heel snel en heel makkelijk alles aan elkaar vast. Als je dan de binnenkant omdraait en je kijkt naar de buitenkant, dan ziet het er ook echt heel netjes uit, vind ik zelf. Je ziet dus echt dat je met deze steek een mooie rechte lijn maakt aan de binnenkant. Maar dat als je hem omdraait, het ook echt super strak eruit ziet. Je ziet ook niet het kleurtje wat ik aan de binnenkant heb gebruikt aan de buitenkant. Dus ik zou deze manier echt kunnen aanraden. Toen was het eindelijk tijd om aan de afwerking te beginnen. Hier ben ik denk ik bezig met de onderkant en met de kraag om de zijkantjes mooi af te werken. Dat ging gelukkig vrij vlot omdat het maar een dun strookje is. Dus dat was heel leuk omdat dat snel klaar was. En hier ben ik dan de afwerking, de randjes aan het geheel aan het vastmaken. En het is zo leuk om dan langzaamaan te zien dat het eindelijk soort van afkomt en eindelijk een beetje meer vorm krijgt en steeds meer wordt zoals je in je hoofd hebt. Ook heel even een momentje voor dit mega geconcentreerde hoofd. Ik moest zo vaak lachen toen ik mezelf terugzag, omdat ik best wel gefocust steeds aan het haken was. Dus ik vind het heel grappig om terug te zien. Ik was uiteindelijk het meest aan het sukkelen met de mouwen. Twee stukken waren te lang voor de mouw, maar één stuk was te weinig. Dus toen had ik besloten om nog een keer drie aan de mouwen te maken. Drie vierkantjes, maar drie kleinere vierkantjes. En dat zie je dan later, dat dat dan uiteindelijk wel gelukkig goed eruit ziet. Maar dat was denk ik het moeilijkste om de mouwtjes goed te krijgen. Dan nu even een tussenstand, want laten we eerlijk zijn, dit ziet er best leuk uit, toch? Ik had al zoiets hiervan, weet je, laten we anders gewoon stoppen en het zo houden. Laat ik het zo aantrekken, maar de mouwen waren echt een ongemakkelijke lengte. Dus die moesten nog even gefixt worden, dat zie je hier. Uiteindelijk ben ik heel blij dat ik dat wel nog heb gedaan, want het ziet er gewoon zoveel beter uit nu het echt een mooie ballonmouw is. Tot slot nog de afwerking. Alle lange draadjes even afwerken, goed knopen en afknippen, zodat ik niet met 100.000 draden om me heen lopen en dat kriebelt waarschijnlijk. Dus hier ben ik staan het afknippen en knopen. En dan is het tijd voor het resultaat. 3, 2, 1, tadaa! Dan is dit het resultaat. En kijk mij blij zijn met mijn zelfgemaakte cardigan. Hoe cool is dat, dat je dat kan zeggen, zelfgemaakt. Ik ben mega blij met het resultaat. Dan was dit een video waarin je kon zien hoe ik deze hele toffe cardigan heb gemaakt. Ik ben benieuwd of je misschien zelf ook
aan het haken bent gegaan door deze video of al langer haakt en het misschien gewoon hebt meegevolgd of het gewoon leuk vond om te zien. Ik ben nogmaals mega blij hiermee en ik kan niet wachten om deze nu eindelijk te gaan dragen. Het heeft echt heel lang geduurd, dus het mag ook wel. Oké, nou, ik hoop dat je deze video leuk vond. Vergeet ook zeker niet om mijn kanaal te abonneren voor meer van dit soort video's. Vergeet me ook niet te volgen op TikTok als je fashion content leuk vindt. En dan hoop ik je heel snel te zien bij een nieuwe video. Doei!